Zweedse meisjes, Zweedse meisjes, ja dat weten wij allemaal. Zweedse meisjes, dat is een oud verhaal. Die zijn vurig als een veenbrand, wispelturig als een eland. Zweedse meisjes, die kennen geen moraal. Zweedse meisjes, ja die lover hoppen steeds. Zweedse meisjes, en toch worden ze nooit sleet. Ga van hand tot hand als frisbee, maar mijn kans was 50-50. Want mijn Zweedse meisje was maar half Zweeds. Goed, ga je lekker? Dit is zo fucking cliché. Gaan van hand tot hand als frisbee. In Zweden hebben de vrouwen juist alles in eigen hand. Daar ligt het initiatief bij de vrouw. Zij nodigt de man van haar keuze uit. Zij kiest het restaurant. Zij deelt de rekening. Oh, en wee de man die de deur voor haar open durft te houden. Behalve als het een heel erg zware deur is, hè Anna? Oh, Jezus, Roel. Je zit nog helemaal gevangen in je masculine Brabantse oerik. Oh, en daarna wil ze meteen seks. Ja, ook als ze tijdens het etentje geen woord met elkaar gewisseld hebben. Nou, dat ging bij ons wel anders. Dat was toch niet in Zweden? Ik heb 3 jaar lang alle deuren van Den Bosch voor je open moeten houden, hè? Alle, ook de lichten. In de liefde draait alles om geur. Stel, je ontmoet een man, en die vind je leuk. Je wordt verliefd, je raakt verloofd, je trouwt. En in de huwelijksnacht stijgt er als hij klaarkomt een afschuwelijke putlucht uit zijn poriën. En daar moet je dan nog 60 jaar in liggen. Zo ging dat vroeger. Nee. Eerst neuken, dan praten. Ik vind dat dus een gunstige ontwikkeling. Ja, Zweedse meisjes, de verhalen die zijn waar. Zweedse meisjes doen het ook graag met elkaar. Of hun eigen tralala hand, maar nooit met een man uit Brabant. Nee. Zweedse meisjes, ach meneer. Ze zijn bizar. Oh, je gaat gewoon door. Ik doe een echte man na, schatje. Hou op. Ja, maar jij wilde een echte man. Dat was vroeger. Oké. En wat is dan tegenwoordig een echte man volgens jou? Aan welke ongetwijfeld zeer hoge criteria moet hij voldoen? Nou, ik denk met de kennis van nu dat een echte man bereid moet zijn om uit te sterven. Hup. 1 DNA'tje en ik baar het kind dat ik wil hebben. Heb ik echt geen man voor nodig. En trouwens, de wereld zou ook een stukje mooier worden. Ga maar na. Dictators, hooligans, allemaal mannen. Maffiabazen, drugsbaronnen, pornoverslaafden, allemaal mannen. Zweedse meisjes, allemaal mannen. Als wij ooit in Zweden gaan wonen, zul jij je behoorlijk moeten aanpassen, mannetje. Ik? Ja, jij bent daar bijvoorbeeld geen hij meer. Nee, je bent een hen. Een hen. Een haan, zul je bedoelen. Nou, geloof me, Roel, dat is het laatste wat jij daar zult zijn. Zweedse mannen, als een viking zo gespierd. Zweedse mannen, maar het zachtheid die hen siert. Ach, hun mannelijkheid is zoek, want de vrouw draagt nu hun broek. Zweedse mannen, doen veel water in hun bier. Zweedse mannen, ja dit is een nieuw verhaal. Zweedse mannen, zijn giga. Genderneutraal, geen hij of zij, maar hen. Geen macho gentleman. Zweedse mannen zijn bijna ideaal. Oh, Zweedse meisjes maken een hoop kabaal. Even serieus, Roel. Ik bedoel, Astrid Lindgren heeft zich kapot gevochten voor de vrouwenemancipatie. Met haar verhalen over sterke meiden. En nu die meiden zijn opgestaan en op volle kracht naar buiten treden, moeten jullie mannen daarmee leren dealen. Ja, maar Anna, je moet niet vechten om het vechten. Je moet vechten waar het nodig is en niet waar het al oké is. En hoe kom jij aan die wijsheid? Ja, het is toch zo. En waar is het dan oké, volgens jou? Nou, bij jou. Bij mij. Bij. Met z'n tweeën, met z'n drieën. Dat is oké. Roel, kus me. Licht uit. Ho. Geen bevel. Want ik beslis. Oké. Maar ik besluit.